Ik had ooit een sixpack. En misschien nog steeds. Ja, maar niet dat ze er nog iets van ziet. Nee, maar het is het natuurlijk een combinatie van leeftijd en drie kinderen. Dan kan ik echt toch buikspieroefeningen doen wat ik wil en dan... Ja. Ja. Maar overigens geldt, als je natuurlijk kinderen hebt gehad, dan wordt het misschien nog wat lastiger, waardoor de buikwand wat slapper is. Maar eigenlijk elke 40-plusser heeft daar iets te veel vet zitten. Ja. Waar heel veel mensen ook stiekem wel vanaf zouden willen. En of dat nou een sixpack is of je love handles of bij een BH-bandje. Oh, die is ook zo irritant. Kan je die ook weghalen met het apparaat? Elk vet. Oh, die vind ik zag laatst. Armen, benen. Kan ermee knieën, weg. Kan ermee weg. Ik zag laatst zo'n foto. Dat doe je zo en dan ben ik echt niet dik. Maar dan toch blubbert er zo'n vet dingetje overheen. Ja. Vind ik die foto dus gelijk stom. Ja, dat snap ik. Nou zijn er heel veel vet reducerende apparaten. Mm-hmm. Wat is het verschil? Zeg ik Vela Shape? Nee. Hoe zeg ik het dan? Je zegt Ultra Shape. Ultra Shape. Maar wat is de Vela? Ultra Shape Power. Ultra Shape Power. Maar er stond Vela op of iets? Dat is het tweede apparaat eigenlijk. Oh. Wij hebben twee apparaten. Dat is de Ultra Shape Power. Ja. Dat is een apparaat waarbij je met ultrageluid vet vernietigt. Het implodeert. Oh, wat een heerlijke zin. Vet vernietigen. Vet imploderen. Ja. Dat werkt hetzelfde eigenlijk als een niersteen vergruizen met ultrageluid. Ja. Ultrasoon. Dus dat doet geen pijn. Ja, ik heb ook nierstenen gehad, hè? Dus ik wil ook dat vetding, ja. Dat doet geen pijn en daarmee implodeer je de vetcel. Die wordt door het lichaam uiteindelijk opgeruimd. Ja. Binnen 2 weken ga je dat in de regel zien. Ja. Je hebt daar in de regel 3 behandelingen voor nodig. Ja. Elke 2 weken. Ja. En klaar is Kees. Maar. Ik wou net zeggen, sounds to be good to be true. Nee, dat is het. Het is heel goed. Alleen, als je dus te veel vet hebt. Zeker mensen met een body mass index boven de 30. Ja. Ja, dan is deze methode niet zo geschikt. Dan zul je echt op een dieet moeten en moeten gaan hardlopen. Om je vet te verbranden. Deze behandelingen... Zelfs dat helpt niet meer als je tegen de 40 bent. Nee, maar deze behandelingen die zijn dus echt voor lokaal vet. Waarvan je zegt, van ja, dat kun je er wel afkrijgen, maar dan moet je 20 kilo afvallen. En dan ga je dat zien, borsten, billen, gezicht. En daar word je niet mooier op. Hè? Dus op een gegeven moment moet je ook accepteren dat er ergens iets te veel vet zit. Wat je lokaal zult moeten verwijderen, los van een dieet, los van sport. En wie is de ideale kandidaat? Nou ja, dat is de 40-plusser met lokaal wat vet. Maar bij de cool sculpting bijvoorbeeld, hè, dat is vet bevriezen. Ja. Daar hanteren ze de regel volgens mij, if you can squeeze it, we can freeze it. Ja. Moet ik bij jou nog ergens aan voldoen, behalve dus dat ik niet te dik moet zijn? Ja, je moet ongeveer een dikte hebben van 1,5 centimeter vet. Ja. Voor de Ultra Shape Power. En anders heeft vaak alleen huidverstrakking, en dat doen we met de Vela Shape, heeft voldoende effect. Want daarmee zul je ook een heel klein beetje het vet verminderen. En daarmee ga je dus echt primair die huid verstrakken. En wat zie ik na 1 behandeling? Dus ik ga onder dat ding liggen. Doet het pijn? Nee, 0. Warm? Nee. Mag ik sporten? Ja. Mag ik eten? Ja, maar iets minder. Dan normaal. Dan regulier. Want dat vet wat vrijkomt uit die geïmplodeerde vetcellen. Echt, ik heb een nieuw lievelingswoord. Geïmplodeerde vetcellen. En dat krijg je alleen met ultrageluid. Geïmplodeerde vet. Dat vet wat vrijkomt, dat moet wel via... gaat via je bloed, gaat het naar je lever toe. En uiteindelijk wordt het uitgescheiden. Ja. Via ontlasting verlaat het je lichaam. Ik wou net zeggen, je poept het volgens mij gewoon eruit. Ja. Je zult wel in die 2 weken dat het proces plaatsvindt... moeten zorgen dat vet niet hergebruikt wordt in je lichaam.
Dus het is belangrijk om net iets minder dan regulier te eten. Ja. Zodat je lichaam dat vet gaat... afvoeren. Gaat afvoeren en niet gaat opslaan. Ergens anders. Maar dat is eigenlijk het enige. En natuurlijk op de lange termijn, ja, uiteraard maakt het nog wel uit of je daarna... Kijk, als je elke dag hamburgers gaat eten, ja, dan zul je natuurlijk het vet wat overblijft, want er blijft vet over. 2/3 van je vet blijft over. Je verbrandt ongeveer 1/3 lokaal, ja, dus dat is nogal wat. Maar er blijven vetcellen over en dat wil je natuurlijk ook, dat is mooi. Er moet altijd wel wat vet onder je huid zitten. Dat kan natuurlijk gaan groeien. Heb je die Velasip toch weer voor die mooiheid? Heb je toch geen vet nodig? Klein beetje wel. Ja? Ja, het is niet mooi als je werkelijk nul vet zou hebben. Een vetpercentage van nul is wordt ook nooit nagestreefd. Wie heeft een vetpercentage van nul? Dus dat betekent dat er altijd vet onder je huid zit. Ja. En dat betekent dat als je weer in gewicht gaat aankomen, dat vet natuurlijk, hè, die vetcellen die er overblijven, die kunnen ook nog steeds groeien. Nou, is het zo dat, dus je hebt 3 behandelingen nodig. Ja. Stel nou dat ik na 1 behandeling zeg, oh, wat kost eigenlijk 1 behandeling? Dat hangt echt van je van het oppervlakte af en van de body mass index. Nee. Dus oh, daar gaan we weer. Gaan we weer. Ja. Stel dat ik na 1 behandeling zeg, ik vond toch te duur voor de prijskwaliteit. Ja. Ik stop ermee. Heb ik dan, wat voor effect heb ik dan? Dan heb je 1/3 van je effect. En dan bij de tweede aflevering, bij de tweede behandeling heb ik 2/3 effect. Ja, ja. En bij de derde behandeling is alles weg. Niet alles weg, alles van wat je weg wil halen is weg. Maar je haalt ongeveer 1/3 van je vet, haal je weg, 32%. Ja, in totaal. In totaal, 3 behandelingen. In 3 behandelingen, dus per keer 10-11%. En is het zo dat je het altijd moet combineren met die Velashape? Zou ik wel doen, want zeker boven je 40ste, veert die huid natuurlijk nooit helemaal meer terug. Nee. Dus het hoeft niet, maar het is wel verstandig om die huid te verstrakken. En vaak zie je ook dat huidverstrakking op zich alleen al natuurlijk een heel mooi effect geeft op een buik. Ja. Als die huid strakker is, dan zit alles al meer op zijn plek. Irritant, 3 kinderen, ja, dat is gewoon zo. Ja, alhoewel die kinderen, kijk, dat is ook natuurlijk ook een stukje buikspier, hè, die verslapt is. Het is niet alleen... Ja, maar kijk, als ik iemand in de sportschool zie, ja, van 25 die nog nooit een kind heeft gehad. Ja, ja, ja. Die bouwt sowieso sneller zijn spiermassa op, maar ja, het is ook allemaal net iets strakker en iets mooier. Tuurlijk, ja, ja. Dus wij adviseren echt om altijd die huidverstrakking erbij te doen. Waarbij vetreductie is een permanent effect. Weg is weg. Komt nooit meer terug. Terwijl huidverstrakking iets is wat je wel moet bijhouden. Dat is gelukkig dan ook het minst kostbare deel van de behandeling. En dat doe je dan elke 3 maanden. En bobbeltjes en dingetjes? Nee. Die krijg je niet gegarandeerd. Want de UltraShape Power die werkt met een camera. Ja. Die hangt erboven. Dus het hele proces is computer gestuurd. Dat betekent dat je met een handstuk eroverheen gaat en pulsen gaat zetten. En de camera volgt dus precies waar je puls zet. En dat kun je op een computerscherm aflezen. Dus de machine weet precies waar je geweest bent en waar je nog naartoe moet. En dat is ook een verschil met andere methodes. Waar je met een applicator, die zet je vast en die haal je na de behandeling los. En dan heb je dat gebied behandeld. Hier ga je echt punt voor punt. Gegarandeerd resultaat? Ja. Ja. Ik probeer nog 1 kritisch punt te vinden. Ja, doe je best. De zomer komt eraan. Mag ik na de behandeling in de zon? Ja. Je mag alleen niet verbranden. Omdat je... Dat proces geeft, daar komt wat energie bij vrij. Dus het is niet verstandig om in de paar dagen die volgen, of de paar dagen voor de behandeling, verbrand te zijn qua huid. Mm-hmm. Sowieso niet verstandig. Nee, maar als je hier met een bruine huid zou binnenkomen door de zon, is dat geen enkele reden om het niet te doen. Of als je zegt van een week voordat je naar Ibiza gaat, wil ik nog even. Ja, dan kan dat. Ik ga hier heel hard nadenken over een negatief punt.